Ik heb een vrij grote TBR, maar er zit ook een aantal dunne boeken bij. Dus let's see of ik deze maand wel mijn TBR haal, want je ziet dadelijk een van de boeken van de TBR van oktober. Als eerste deze duology van Laura Diana. Als de nacht eindigt en als de morgen begint. Deze. Ja, het merendeel eigenlijk van het boek is allemaal gesigneerd. En redelijk nog wat die vrij nieuw zijn. Dan een oorlogsboek. Alleen met velen, het verhaal van mijn moeder van Gerard Mak. Deze gaat daarna naar een collega toe. Net als deze. De keuze lezen, Leven in Vrijheid van Edith Eva Eger. Deze gaat over Auschwitz. Dit is een lezingsplaat wat ik van een vriendin heb geleend. Het geheime genootschap van Sarah Penner. En de volgende paar zijn allemaal van de Feel Good slash Romance Halloween Event van DVP. Mijn wereld, mijn hart. De waanzinnige verliefdserie deel 1. En ze zijn ook allemaal gesigneerd. Leven als prinses in Texas. Van Deborah Liza Main en Lizzie van den Ham. Alles naar wens en alles volgens plan. Twee boeken die volgens mij los. Oh, dit is de eerste. Los te lezen zijn, maar karakter uit dit boek krijgt de hoofdrol in dat boek. Dus dan is het wel leuk om het de volgorde te lezen. Tenminste, dat is wel mijn planning. En dan nog twee boeken. Van slag en vrije slag. Tenminste, ik geloof dat het over die boeken ging. Van Suzanne Peters. En nou ja, ik heb in ieder geval altijd toch de gewoonte om boeken op volgorde te lezen. Dus dat was ik bij deze ook van plan. Oh ja. En het laatste stapeltje. Dit is deel 4 van de Doodzwaard serie. Ik ben nu nog bezig in deel 3, maar deze wil ik deze maand ook uitlezen. En dan een paar korte boekjes. Het geschenk van de Engelse Boekenweek. Finder van Tessa Bailey. Een heuse heksenjacht van Olivia Hill en Lizzie van den Ham. Ook weer gesigneerd door een van de twee. Liefdesduet van Mary Kay Franklin. Niet te zien, maar wel gesigneerd met een roze stift. Roze pen. En het boek wat verschuift van de TBR van vorige maand. Het zesde en laatste deel van de School of Good and Evil. For Good and Evil. Ik deed toch iets langer over die boeken dan ik dacht. Ik dacht, oh, die hek wel met 2 dagen uit. Maar even vergeet dat ze allemaal iets van 600 bladzijden per boek zijn. Dus ik heb in ieder geval de rest van de maand, in de maand november, genoeg te lezen. En ben benieuwd of ik ze nu wel allemaal uitkrijg.